In de Bommelerwaard zien we steeds vaker dat er minder mensen in één huis wonen, bijvoorbeeld één of twee personen. In Maasdriel wonen steeds meer oudere mensen en in Zaltbommel juist steeds meer jongeren. Het is dus nodig dat in de Bommelerwaard voldoende, passende en betaalbare woningen voor starters en ouderen zijn. Ook is er woonruimte nodig voor arbeidsmigranten die in de tuinbouw en bij distributiebedrijven werken. Doordat ouderen steeds langer thuis blijven wonen, hebben ze vaker thuisverzorging of hulp nodig bij de dagelijkse activiteiten. Er zijn steeds minder vrijwilligers die dat willen doen. Voorzieningen zoals de huisarts en dorpshuizen verdwijnen steeds meer uit de dorpen. Doordat mensen steeds ouder worden, wordt het ook belangrijker dat zorg- en welzijnsvoorzieningen, zoals de huisarts en de apotheek, dicht bij huis en bereikbaar zijn. Door online shopping staan ook de fysieke winkels onder druk. In het straatbeeld zijn meer leegstaande winkels te zien. In de Bommelerwaard hebben we een aantal belangrijke kernopgaven als het gaat om wonen, welzijn en voorzieningen. Dit zijn de uitdagingen waar we samen voor staan. Hoe zorgen we ervoor dat er voor jong en oud voldoende geschikte en betaalbare woningen zijn? Hoe zorgen we ervoor dat zorg- en welzijnsinstellingen zoals de huisarts en de apotheek makkelijk te bereiken zijn voor onze kwetsbare inwoners? Hoe zorgen we ervoor dat de centra van Zaltbommel, Kerkdriel, Hedel en Ammerzoden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen, werken, winkelen, ontmoeten en ontdekken? Hierover gaan wij graag met u in gesprek. Alleen samen met u kunnen wij deze Bommelerwaardse kernopgave met succes aanpakken.